zoals je de rest ook op die tekening kon zien, ik toon ze nog even, zien dat we een paarse overdruk over een toch een heel ruim gebied. Dat is dan alleen maar het aspect om de kiekendief van eten te voorzien. Hè. Dus we denken eigenlijk toch wel aan heel veel. Hoeveel zit het er nu? Wat zeg je? Hoeveel kiekendieven zitten er nu? Want ik weet dat er al een hele gedachtenwisseling erover geweest is. Dus. Ja, dat is niet zo lekker. Maar ik bedoel, kiekendieven zijn wel toppers. Ik bedoel, er zitten nu, denk ik, de laatste telling 9 of 10 paar kiekendieven op de linkeroever. En de ambitie, ook in relatie tot de Vlaamse westelijke doelstellingen elders in Vlaanderen, is de ambitie om daar tot 50 paar kiekendieven te hebben. We hebben het er gisteren nog uitvoerig over gehad, dat dat toch nogal ruim lijkt als er vandaag 9 of 10 paar zit, dat het dan in de doelstelling staat dat we er 50 moeten hebben. En dus wat dat betreft is de ambitie om in 2020, wat dat betreft de doelstellingen, de gewestelijke doelstellingen, ook nog eens goed voor het licht te houden om te zien of wat dat realistische aantallen zijn. Maar vandaag, we voorzien de mogelijkheid om die paren te bekomen door op vrijwillige basis en ook op al de gronden die we al ingekocht hebben in het gebied teelten te voorzien, waardoor dat die kiekendief voldoende te eten krijgt en die eet vooral muizen, heb ik begrepen. Dus moet je met muizen kweken. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.